Goedenavond. Welkom. Ontzettend fijn dat u in zulke grote getalen naar de Bali bent gekomen vanavond. Mijn naam is Jante Mosselman. Ik ben programmamaker hier. Excuus, we zijn iets te laat begonnen. Maar we gaan dat helemaal goed maken vanavond. Want we gaan praten over dit mooie en interessante pamflet. Kapitalisme is seksisme van Doortje Smithuizen. En dat doen we samen met Doortje. Maar ook met Mandy Wolkens en Lotte Houwink ten Katen. Er is ook een intermezzo van Fien de Smet en Luca Butsel van De Warme Winkel. U mag zich natuurlijk ook graag mengen. Ik kom dan naar u toe aan het einde van het programma met de microfoon. Maar vergeet niet, we hebben een livestream vanavond. Dus u staat wel, als u iets zegt, tot in de eeuwigheid op de website van de Bali. Dat moet je willen. Ik wil dat kennelijk. Doortje, ik ga je introduceren. Wij praten eerst met elkaar over jouw boek. En daarna introduceer ik jullie. En is het heel fijn als jullie je meekomen. Maar dat hebben we ook afgesproken. Dus dat komt helemaal goed. Ik kan wel iets zeggen. Ja. Doortje Smithuizen is filosoof en journalist. Ze schreef meerdere boeken, maakte documentaires voor de VPRO. Publiceert geregeld in de Volkskrant. En presenteert wekelijks de populaire podcast VSR. Voorheen schaamteloos randstedelijk. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ik vind het ook fijn. Ik vind het ook spannend, maar ook fijn. Het komt helemaal goed, dat weet ik zeker. Ik ga eerst maar eens beginnen, Doortje. Want wanneer ben jij aan dit boek begonnen? Was er een concrete aanleiding toen je, dat je dacht, ik moet hierover schrijven? Ja, het heeft denk ik twee soort van... Nou, sowieso was het eigenlijk de eerste keer dat ik... Meestal als ik iets ga schrijven, heb ik wel echt een plan. Mm-hmm. Maar dat had ik nu echt niet. Het was eigenlijk twee keer een soort moment in mijn leven dat ik voelde... Er zit gewoon iets raars, er is iets verschoven. Ik weet niet wat het is, ik moet er iets mee. En bij mij is het toch vaak als ik eenmaal wat harder ga nadenken... zeg maar dan over de dagelijkse dingen... dan wil ik het op een gegeven moment ook wel opschrijven. En wat waren die dingen? Nou, de eerste was eigenlijk... Ik heb het idee dat het boek eigenlijk op twee momenten is begonnen... of vorm heeft beginnen te krijgen. Het ene is dat ik ging samenwonen met mijn ex... en dat ik merkte dat mijn hele sociale omgeving er in één keer vanuit ging... nu komt er binnenkort een kind... En dat ook de hele tijd ging vragen. En niet alleen mijn directe omgeving, maar ook eigenlijk mijn, ja, zeg maar zeggen, wat verder verwijderde kennissen. Maar ook gewoon random mensen tijdens werk. Die ik bijvoorbeeld moest filmen voor een documentaire die ik echt één minuut daarvoor had ontmoet of zo. Het werd echt een soort hele standaard vraag die volgde op: hoe oud ben je? Heb je een vriend? Oh, wanneer? Weet je wel? En daar dacht ik ineens: dit hebben mannen volgens mij helemaal niet. Ik ging daar ook ineens zelf heel veel gedachten aan wijden. En daar begon ze van de eerste stappen dat ik dacht, dit voelt gewoon, dit is een beetje, het voelt anders dan het leven dat mij was beloofd of zo. Ja. Het idee. En het tweede moment dat het boek eigenlijk echt begint is op het moment dat die relatie uitgaat en dat ik merk dat eigenlijk mijn hele sociale omgeving in een soort paniekstand overgaat, want ik ben dan al 31 en vrijgezel en dat is gewoon heel problematisch. En ik merk dat niemand het zo zegt, maar dat eigenlijk iedereen het denkt. En ja, wat ik vervolgens ben gaan doen is dan nagaan... Oké, maar ik denk niet voor bijvoorbeeld mijn ex... die op dat moment al 36 was... dat er ook zo gepanikeerd op gereageerd werd. En dat had ik ook verder nooit bij andere mannen gezien. Dus dat ging ik me toen eigenlijk afvragen. Van waarom is dit kennelijk voor mij... toch in deze wereld, die in elk geval hoe het aan mij altijd verkocht was... in de periodes daarvoor heel geëmancipeerd en vrij en gelijk is... waarom is dat dan nog steeds zo'n probleem? En maakten mensen zich dan, denk je, echt oprechte zorgen over jou? Nee, ik denk dat het meer een soort van... een soort primaire reactie is van... misschien ook wel een reactie van zorg, hoor. Van, ik hou van je en ik wil daarom dat je binnen de norm past... want dat is voor jou prettig... Mm-hmm. Dus ik denk ook zeker niet dat er een soort kwade wil in zit. Maar ik denk dus dat het eerder een soort van... Ja, die emoties die voortkomen uit de status quo. En op het moment dat je daaruit valt, dan komt er toch een soort stress. Mm-hmm. Je zei net, dit is niet het leven wat mij beloofd was. Ik herken dat heel erg... Toen ik een kind kreeg, dacht ik, ho, dit is mij niet beloofd. Mm. Maar ik was wel benieuwd, wat is voor jou het leven... waarvan je dacht dat het je wel beloofd was? Nou, ik denk dat ik wel een tijd toch nog ook wel in de overtuiging heb geleefd... dat je als vrouw en zeker
op de plek waar wij wonen en in de tijd waarin we leven, dat het toch al, nou ja, ook van zo'n beetje zo'n gevoel van, nou oké, het is niet helemaal gelijk, maar het is toch wel basically gelijk. Mm-hmm. En ik denk dat het was meer een moment dat ik heel erg voelde van, het is niet gelijk. En dat ik daardoor in één keer mijn hele leven, waarin ik dat kennelijk toch iets makkelijker heb kunnen geloven, in een soort flashback zag en dacht, oh, maar het was eigenlijk nooit gelijk. Het lukte me gewoon net genoeg om er een beetje in te geloven. Dat is best pittig, toch? Van niet? Ja. Nee. Nou, ik vind het pittig in die zin. Nee, ik geloof dat ik er gewoon heel strijdbaar van word op een bepaalde manier. En natuurlijk kan je er heel moedeloos van worden. En dat heb ik ook heel vaak. Maar misschien is woede gewoon iets meer mijn standaard emotie dan bij de pakken neer gaan zitten. Verdriet, ja. Ja. Dat is een goede emotie, vind ik. Over je boek. Je schrijft, nou ja, op de achterkant staat al moedervloggers en roadcycles. Je noemt ze schijnbaar onschuldige fenomenen. En om er maar in te duiken, waarom zijn die schijnbaar onschuldig? Waarom is het niet gewoon een leuke hobby? Het is ook een hele leuke hobby. Het is ook mijn hele leuke hobby. Ik ben ook absoluut niet van plan om die leuke hobby hierna in de band te doen. Daar vind ik het te leuk. Maar ik vind het wel, het zijn allemaal onderdelen, dat roadcyclen en die moedervloggers op verschillende manieren. Maar van de dagelijkse dingen die we doen en die we consumeren en die we zien, die ons toch steeds weer in dat stramien houden als vrouw. En bij die moedervlogger zit dat natuurlijk heel erg in de norm van kinderen krijgen en ook de verantwoordelijkheid die wat dat betreft nog heel erg bij vrouwen ligt. Waar het in het boek veel over gaat, maar wat via die moedervloggers op een soort hele subtiele manier toch steeds aan je wordt, waar je steeds aan wordt herinnerd eigenlijk. En dat roadcyclen zit natuurlijk ook heel erg in de, ja, dat draait dan meer om de verwachting dat je als vrouw altijd slank moet zijn en fit moet zijn en er goed uit moet zien. En ik vind het zelf gewoon heel ironisch dat we dat dan allemaal doen, of kennelijk dus heel graag doen, gezien het succes van roadcycle, in een omgeving waarin je dus wel met een soort van, ja, coachingstraject, een soort van guru-achtige persoon die de hele tijd op je inschreeuwt dat het allemaal jouw keuze is en dat het jouw leven is en dat jij de enige bent die in charge is. Terwijl je toch, als je zo een beetje uitzoomt en beziet dat er dus elke dag, en ik weet dat het elke dag is, want ik probeer elke dag te reserveren via OneFit en dat lukt dan nooit, want die lessen altijd vol zitten. Dat er elke dag om 5, 6, 7 uur gewoon duizenden vrouwen in Amsterdam alleen al op die fiets zich helemaal in het zweet zitten te werken. En dat kan toch niet allemaal onze individuele keuze zijn. Dat geloof ik niet. We hebben afgesproken dat jij vanavond een aantal keer een fragment gaat lezen. En ik dacht, het misschien mooi om met het eerste fragment te beginnen nu. Toen ik filosofie studeerde, leerde ik over het Hegeliaanse concept van de geist. Het idee dat er zoiets bestaat als een collectief bewustzijn dat mensen bepaalt in hun gedachten en hun gedrag. Ik herinner me hoe ik halverwege dat hoorcollege stond te roken op de binnenplaats en me afvroeg, waar is hij dan, die geist? Ik voel hem niet, ik zie hem niet. Volgens mij merk ik er niks van. Ik word niet gestuurd, ik doe alleen maar wat ik zelf wil. Ik was 19. 10 jaar later voel ik hem wel, die geist. In de vorm van een samenleving die overduidelijk een bepaald plan met mij heeft. Een plan dat op allerlei verschillende manieren aan me wordt opgedrongen. Door reclames, door de manier waarop mensen met me omgaan, door de wijze waarop bepaald gedrag wordt afgekeurd en aangemoedigd. In de vorm van de Zeitgeist Baby Carrier, een draagzak van het merk Artie Poppen, die alsmaar blijft oppoppen in de gesponsorde afdeling van mijn sociale media. Hippe modellen kijken me aan vanaf mijn telefoonscherm, met om hun romp een baby in een draagzak van linnen, tweed of cashmere, met een print erop van pied de poule of luipaardmotief of zo'n grote yin en yang. De geist blijkt een draagzak, letterlijk en figuurlijk. Ze hadden bij Artie Poppen geen betere naam kunnen verzinnen voor hun bestseller. Ik ken weinig producten die daadwerkelijk zo de heersende tijdgeest symboliseren. Enerzijds bepalen de carriers voor een heel groot deel het jonge moederstraatbeeld in een gegentrificeerde wijk zoals de mijne. Op de markt, op het speelpleintje, bij de Montessori-school, overal staan moeders met honderden tot duizenden euro's aan draagzak om de schouders. Anderzijds is de Artie Poppen een dankbaar symbool in het steeds hoger oplopende moedermafia-debat.
Toen het merk in 2021 reclame maakte met de tekst Motherhood is easy, leidde dat tot ophef online. Motherhood is easy, ja. Voor mensen die geld hebben voor zo'n belachelijk duur ding. En daarmee ook voor opvang en nannies en kostbaar speelgoed om je kroost verantwoord zoet mee te houden. Wat dachten ze wel bij dat Artie Poppen? Zich zo schaamteloos profileren als kapitalistisch moedermerk. Waar haalden ze het lef vandaan? Ondertussen is het juist die uitstraling, die van welvaart, luxe, van rijk en geprivilegeerd ouderschap, die Artie Poppen zo succesvol maakt. De draagzakken zijn niet populair ondanks hun hoge prijs en elitaire imago, maar dankzij. Karl Marx merkte in de 19e eeuw al op dat producten nooit zomaar producten zijn. Ze staan voor een set ideeën en aannames, een verzameling culturele overtuigingen en materiële grondstoffen die samen iets van waarde vormen binnen een bepaalde omgeving. Binnen het kapitalisme draait onze consumptie niet alleen om het aanschaffen van producten, maar meer nog om het aanschaffen van een houding tegenover je leefomgeving. Dankjewel. Je schrijft daarna ook, als ik heel eerlijk ben en ik krijg een kind, dan zal ik waarschijnlijk wel zo'n draagzak aanschaffen. Ja, sterker nog, ik wil er soms gewoon al één kopen. Ja. Omdat ik een kind heb om erin te doen. Ja. Het deed mij denken aan mijn... je schrijft ook over Rose Cycle. En ik dacht, ik moet toch vertellen, ik heb dat ook 3 keer gedaan. En toen die laatste keer ben ik van de fiets gevallen. Ja. Iets wat mij echt enorm fascineert, want je zit dus vast aan die fiets. Ja, ik weet ook niet hoe dit is gegaan. Maar ik dacht wel, dit is echt niks voor mij. Maar nu ik jou erover hoor ik heb je erover gelezen. En ik denk, ja, ik moet het toch weer eens oppakken. Ja. Terwijl het is echt een slecht idee voor mij. En dat vind ik ook erg goed aan je boek. Hoe je telkens benadrukt dat we eigenlijk minder vrij zijn dan we denken. Ja. Toch? Ja, zeker. Maar en dat vind ik ook... dat is natuurlijk eigenlijk het hele punt van het boek. Dat ook als je de tijdgeest bekritiseert en je twijfels hebt over de samenleving, dat je gewoon niet eronder uit kan, dat je er toch bij hoort. Ik bedoel, daarom nemen alle jonge ouders die in verwachting zijn van hun eerste kind zich ongeveer voor om de zorgtaken gelijk te verdelen. En dat lukt vervolgens maar bij 1 op de 10 van de gezinnen. En ik denk dat dat het idee is dat mensen toch graag in stand houden dat zij het anders doen of het anders willen doen. En ik denk ook dat we in een tijd leven, in een wereld leven, waarin dat heel erg wordt, je constant wordt verteld. Van het allemaal jouw keuze is en jouw unieke leven. Maar uiteindelijk is het natuurlijk allemaal, loop je natuurlijk ook heel erg in de pas. Maar en waarom komt dat dan? Is dat omdat wij gewoon willen wat onze buren, onze vrienden, onze peers ook hebben, denk je? Ja, waarom komt dat? Ja, een status quo houdt zichzelf in stand. En daar doe je eigenlijk de hele tijd onbewust aan mee. Natuurlijk met hele kleine dingen. Je gaat niet de hele tijd, je kan kritisch zijn op alles. Je kan heel kritisch zijn op het supermarktwezen, maar toch ga je niet elke keer dat je je boodschappen moet doen als een soort anarchiste Albert Heijn in, om daar de boel kort en klein te slaan en je punt te maken. Want uiteindelijk moet je ook gewoon een beetje met het leven mee. En ik denk dat het lastige is dat leven zoals wij het nu leven gewoon toch voor vrouwen veel lastiger is en veel meer weerstand kent dan voor mannen. En dat het in stand houden van die status quo dus betekent dat je een ongelijkheid in stand houdt. En dat dat voor vrouwen betekent dat je, ook al wil je het niet en ook al ben je daartegen, toch ook die ongelijkheid in stand houdt. Ook voor jezelf. Mm-hmm. En jij zegt, dit wordt allemaal ontzettend aangewakkerd door het kapitalisme. Ja. Want? Ja, want... Nou, kijk. dit was ook... Voor mij was dit eigenlijk het grote punt of zo. En ik denk dat iedereen dit ook ergens wel weet. Maar wat voor mij heel fijn was, om het nog een keer goed onder elkaar te lezen. En dat ik dacht, oké, misschien moet ik dit in een boek gaan zetten. Want ik vind het zelf... Zelf vond ik het gewoon heel verklarend. En dacht ik, oh, daarom drukt dat zo op mij. En bijvoorbeeld minder op mannen of zo. En eigenlijk als je kijkt naar hoe het kapitalisme, vooral vanaf de industriële revolutie, vorm heeft gekregen, is dat gewoon met het... Ja, zou maar zeggen, het heteronormatieve kerngezin als hoeksteen. Dus er is een man die werkt buitenshuis voor geld. En er is een vrouw en die zorgt voor het huishouden voor geen geld. En geen status of whatsoever. Er is geen beloning voor zorg. En dat systeem
werkte gewoon supergoed. Zeker toen na de industriële revolutie, toen er allerlei fabrieksarbeiders en zo moesten komen en een soort van enorme stuwende kracht nodig was. Maar eigenlijk zijn we nog steeds niet uit dat systeem geraakt. Dat zie je bijvoorbeeld, hè, dat in de jaren 70 probeerden ze dan vooral vanuit de PvdA ook met parttime werk en zo in te voeren. En dan was het idee van oké, er is duidelijk ongelijkheid. Mannen werken, vrouwen niet. Vrouwen zijn afhankelijk van mannen. Daar moeten we vanaf. En ik geloof ook echt dat veel mensen dat op dat moment ook wilden. En toen was het idee van oké, dan voeren we in dat mensen parttime kunnen werken. En dan gaat het zichzelf oplossen. Want dan gaan vrouwen parttime werken en dan gaan mannen... Die gaan dan vanzelf denken, oh, ik wil ook meer zorg doen, want dat doet mijn vrouw nu dan wat minder of zo. En dan gaan ze het allemaal gelijk oplossen. Maar wat er gewoon gebeurde op dat moment was, ze hadden gewoon totaal buiten de samenleving gedacht. En buiten de verwachtingen die mensen van zichzelf hebben en van elkaar en van de geïnternaliseerde structuren. Dus op dat moment gingen inderdaad best wel veel vrouwen part-time werken. Alleen nauwelijks mannen gingen part-time werken. En die zorgtaken lossen zichzelf ook niet op. Je knikt begrijpelijk. Dus uiteindelijk zitten we nu in een situatie waarbij vrouwen zelfs meer werken dan mannen, als je het in uren onder elkaar zet, maar veel minder betaald krijgen. Ja. En ik denk dat is dan een heel concreet voorbeeld als het gaat om betaling voor je werk. Maar het zit dus ook in wat ik heel erg zie en voel in de samenleving, dat gewoon de verantwoordelijkheid voor kinderen krijgen nog steeds heel erg bij vrouwen ligt. En zeg maar in de brede zin, dus je moet je hele leven eigenlijk voorkomen dat het gebeurt. Dat is helemaal jouw taak. Dan moet je ook zorgen dat het op het perfecte moment, een soort van als bij toverslag, wel gebeurt. Ja. En daarna moet je ook verder zorgen dat je heel erg van je kinderen houdt en de hele tijd heel erg voor ze wil zorgen. Want moeders zijn natuurlijk heel erg natuurlijke verzorgers en vaders niet of zo. En dat is zo'n grote ongelijkheid die zo zijn wortels heeft in dat leunen van ons systeem op dat kerngezin, dat het gewoon heel moeilijk is, denk ik, om daar buiten te denken überhaupt als individu. Ik denk dat het een mooi moment is om jullie even voor te stellen. Lotte Houwing ten Katen is historicus. Ze is gepromoveerd op de tweede feministische golf, daar heb je hem, en seksuele ethiek aan de Columbia University in New York. En is past and present fellow aan de Institute of Historical Research in Londen. Ze schrijft regelmatig voor NRC. Mandy Wolkens is hoofdredacteur van Linda Meijden en daarnaast presenteert ze Op de Matrix en haar eigen radioprogramma Met Mandy op NPO Radio 1. Ook schrijft ze regelmatig aan bij RTL Boulevard. En samen met haar partner Thorn de Vries schreef ze het boek Fuck Gender en maakt ze de succesvolle podcast Couple Goals. Ook schreef ze het voorwoord bij dit boek, net verschenen, Feminisme is voor iedereen, van Bell Hooks. Fijn, welkom. Dat jullie, heel fijn dat jullie er zijn. Misschien maar om daarmee te beginnen, het hetero kerngezin. Daar heb jij onlangs ook een... Ja. Weg ermee, laten we dat niet te hard zeggen. Dan knipt iemand dat straks eruit. Nee, maar ja, Lotte, jij zei in een ander gesprek wat wij een tijdje terug hadden over die norm, dat je, misschien jij behoort niet tot die norm. En je hebt daar ook over geschreven. Hoe dwingend vind jij dat kerngezin in de samenleving? Dat heteronormatieve kerngezin. Zeker. Nou, dat is zeker heel erg dwingend. Ik ben zelf alleenstaande moeder. En ik merk, dat is heel merkbaar, dat er is een soort hele esthetiek rondom het gezin. Wat we natuurlijk op Instagram zien. Dus dat is gewoon een heel erg traditioneel plaatje. En het is natuurlijk ook heel reëel. Dus dan kunnen we bijvoorbeeld kijken naar de manier waarop huizen gebouwd worden. Of wie überhaupt nog als één volwassene bijvoorbeeld een huur zou kunnen betalen of een huis kan kopen. Dus in die zin is het natuurlijk een heel erg dwingende norm. Maar ik val daar buiten en ik vind dat eigenlijk ook heel erg bevrijdend. Want als je eenmaal buiten die norm valt, dan kun je ook denken, zoek het maar lekker uit met je norm. En dat is denk ik wel iets waar we... Maar ik ben dus heel benieuwd hoe de anderen daar natuurlijk ook over denken. Dat ik vind dat het pamflet, dat het heel erg goed beschrijft hoe dwingend normen zijn. En tegelijk zijn we ook geen willoze slachtoffers, zeker als vrouwen niet. En zou ik ook wel willen betwisten dat de man vrij is in dit systeem. Maar dat zal zeker nog wel aan bod komen. Maar ja.
Mandy, die norm? Ja, daarvoor doel ik ook niet aan, mijn gezinsvorm. En ik vind dat ergens wat jij zegt misschien soms ook wel bevrijdend. Alleen merk ik wel dat dat voor veel mensen de standaard is. En dat ik dat zelf ook zo heb meegekregen. Dus dat je toch ook wel weer in bepaalde rollen vervalt. En Doortje omschrijft op een gegeven moment heel erg dat je, het is dan net uit met je ex. En dat je dan op plekken komt en iedereen vraagt. Die paniek waar je net over vertelde. En ik weet dat toen ik voor het eerst een queer relatie kreeg, dat soort van er ook paniek was. Van, en de vraag dan vooral was, oh, maar wil je dan geen kinderen? Mm-hmm. Dat soort van het eerste was dat voor veel mensen dus wegviel. Dat als je niet een heteronormatieve relatie hebt, en je inderdaad die 30 in zich komt, dat het zo is van, oh, dat is dus iets wat nu niet meer kan. Of dat wil je niet. Of ik vorige week kwam terug van vakantie en kreeg ik pas het hele Johan Derksen ding mee, waar ik het niet lang over wil hebben, maar vond ik het heel onintelligent. Dat hij dan op een gegeven moment zei, ik heb op een gegeven moment maar 2 lesbische vrouwen aangenomen. En toen dacht ik, oh ja, want die kunnen eventueel geen kinderen krijgen, Johan. Maar dat maakte voor mij wel dat ik dacht, oh ja, dat is dan een soort beeld wat mensen hebben. Want je hebt een bepaalde leeftijd. De vraag is, heb je een vriend? En dan moet je dus een gezin vormen. En het feit dat je dat het misschien niet zou kunnen lukken, of dat je het gewoon niet zou willen, dat is raar. Dat kan niet. Dan val je overal buiten. En waarom zou je dat niet willen? Dus ik merk het meer in hoe mensen hun vragen stellen en hoe ze alsnog in die hokjes willen denken van, maar hoe doe je dit dan en hoe doe je dat dan en hoe zit dat allemaal, in plaats van daar veel meer open in te zijn. Mm-hmm. Wil je reageren? Nou ja, zeker. Ik denk dat dat dus ook heel erg te maken heeft met die status quo. Dat als je van vrouw van begin 30 of rond de 30 of zo niet richting een gezin, een zeg maar standaard gezin aan het manoeuvreren bent, dan is er reden tot bijsturing. Ja, en paniek. Die ervaar je dan. Ja, zeker. Nee, en ik vind, Lotte, ook wat jij zegt, daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Want ik denk ook niet dat mannen vrij zijn binnen dit systeem. Ik denk dat ik ken meer dan genoeg mannen die zich juist heel erg bekneld voelen door de rol van kostwinner die ze voor zichzelf, voor hun gevoel moeten najagen en zo. Dus ik denk juist dat die twee elkaar ook heel erg in stand houden. En dat het voor ja, ik denk eigenlijk dat niemand vrij is. Heel eerlijk gezegd. Zeker niet. Ja. Ik wil terug toch, ik denk dat we hier ook straks, nadat jij een tweede fragment hebt voorgelezen, nog wat meer over zullen praten. Maar ik wil toch ook even terug, want naar iets anders. Om een soort van te beginnen met hoe we er eigenlijk een beetje voor staan. Want jij schrijft, Doortje, en dat vond ik wel echt een interessant cijfer, dat in 1977 voor elke 100 werkende vrouwen 223 mannen aan het werk waren. Dus 100 vrouwen werkten, 223 mannen werkten. En dat inmiddels, even kijken, voor elke 100 vrouwen 113 mannen werken. En toen dacht ik wel, nou ja, zo minder dan 50 jaar. Is best wel. Ik dacht, gaat het niet uiteindelijk toch ook wel heel goed? Nou, het gaat sowieso beter natuurlijk. Maar kijk, ik denk wat het verschil is dat als je kijkt naar de verdeling tussen part-time en fulltime, dan werken veel meer mannen fulltime en bijna alle vrouwen parttime. En dat is waar het een beetje misgaat, zeg maar. Met dus het verdelen van die zorgtaken, die ook, die, zoals ik net al zei, die lossen zichzelf niet in één keer op. En op het moment dus dat, ja, dat die standaard van het anderhalf verdienende gezin, waarin de vrouw toch eigenlijk meestal nog echt het overgrote deel van de zorgtaken doet, dat is voor heel veel vrouwen gewoon super bedrukkend. En het maakt ze ook nog afhankelijk van hun man. Dus op het moment dat ze uit elkaar gaan, zijn die vrouwen zogezegd de sjaak. Ja, dat zie ik ook. Maar ik dacht ook wel een beetje, als het nou zeg maar dit al in 50 jaar is gebeurd en de volgende 50 jaar
Nou ja, zet dat zo een beetje door. Ja, maar ik denk ook dat het probleem meer... Kijk, het is natuurlijk niet alleen werk. Hè? Het is ook gewoon verwachtingen. Wat is het idee van het goede leven dat je op je afkrijgt? Ik bedoel, je kan vrouwenquota instellen wat je wil. Maar als vrouwen de hele dag zeg maar een soort van kinderkrijg-propaganda op zich afkrijgen en mannen niet, dan gaan vrouwen daar gewoon meer over nadenken dan mannen. En dan blijft dat dus een soort vrouwenaangelegenheid en niet ook een mannenaangelegenheid, wat het volgens mij ook zou moeten zijn. En dus snap je, dus het is niet alleen dat werk, het is ook ja, hoe de hele samenleving in elkaar zit. Lotte? Ja, ik denk als we kijken naar arbeidsparticipatie, dan wat ik lastig vind aan de nadruk op fulltime werken, is dat ik dan toch vrij snel een soort Sander Schimmelpenning-vibe voel. Ervan uitgaande dat bijvoorbeeld fulltime werken emanciperend zou zijn. Terwijl ik denk, als we dat heel anticapitalistisch willen bezien, zou ik zeker niet zeggen dat vrouwen meer moeten werken. Overigens wel als ze dat willen. Maar zou ik eerder zeggen dat mannen minder betaald zouden moeten werken. En ik denk ook dat dat volgens mij echt een van de allerbeste ideeën van de Tweede Golf was gewoon het invoeren van een 5-urige werkdag voor iedereen. Dat idee heeft het zelfs binnen de Partij van de Arbeid niet gehaald. Dat is gewoon nooit echt serieus genomen. En dat had eigenlijk meer dwang vanuit de overheid. Ja. Nee, zeker. Ik ben het helemaal met je eens. En het bizarre is ook nog als je kijkt naar op een moment dat dus dat de SER dat part-time werk ging invoeren. Ja. Toen zeiden ze, ja, dat is vooral handig voor vrouwen, want die hebben dan nog tijd over voor het huishouden. Ja. Dus het werd ook gewoon echt als zodanig benoemd. Klopt. En ik denk inderdaad, op het moment dat het al zo wordt ingestoken, is het eigenlijk al kansloos als gelijkmaker of zo. Dus inderdaad, op het moment dat je zegt, iedereen moet nu gewoon 4 dagen gaan werken, gewoon max. Of iedereen moet inderdaad dan zet het veel meer zodanig. Ja, en we zouden ook kunnen zeggen dat we bijvoorbeeld willen streven naar een basisinkomen voor iedereen. Mm. En dan lossen we ook eigenlijk het probleem op dat je vrouwen alleen financieel onafhankelijk zou maken als ze fulltime zouden werken. En wat ik ook lastig vind bij die nadruk op fulltime werken, is dat volgens mij doen wij alle 4 werken wat we heel erg leuk vinden, wat ook fysiek niet zwaar is. Of in elk geval niet enorm. En dus het heeft, zeg maar, ik zou zelf niet snel zeggen dat ik denk dat voor vrouwen die in de kinderopvang werken of die in de zorg werken, dat bijvoorbeeld per se die 5 dagen, dat enorm bevrijdend is. Hoewel ik dat zelf wel zo ervaar en ook, bedoel, geen uur minder gaan werken. Ik wil niet enorm de rol van de zurende de economiepersoon op me nemen, maar ik ga het nu toch doen. Want er zijn ook wel, er verschijnen ook wel artikelen over dat het zo ontzettend fijn zou zijn als alle vrouwen bijvoorbeeld die in de zorg werken 1 uurtje of in het onderwijs 1 uurtje meer zouden doen, omdat we gewoon overal daar enorme tekorten hebben. Dus ik vind het heel mooi klinken, die 5 uur voor iedere dag per week. Maar als ik een soort van ander politiek geluid mag geloven, redden we het daar echt helemaal niet mee. Nee, maar misschien moeten we eerst de mensen die dat werk doen meer gaan betalen. Ja. Voordat we echt gaan zeuren, toch? Dat is best een fair point. Een ander iets, Doortje, wat jij schrijft, als we het nog even bij arbeid houden, is dat jij, als je ervoor kiest om veel te werken, daar ook altijd negatieve reacties op krijgt. Herkennen jullie dat? Nou, bij mij valt dat op zich wel mee, moet ik zeggen. Misschien is dat ook heel erg de bubbel waar ik in zit. Ik krijg wel heel vaak de vraag, hoe doe je het? Mm-hmm. Maar ik krijg er niet per se negatieve reacties op, eigenlijk. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar nee, ik niet heel direct, niet in mijn gezicht, ik het zo zeggen, achter mijn rug om, misschien geen wel idee, ja. Maar nee, in mijn gezicht eigenlijk niet echt. Nee, ik denk zelfs eerder dat ik, als ik bijvoorbeeld toen ik moeder werd, als ik toen 3 dagen zou zijn gaan werken, dan zou ik daar in mijn naaste omgeving eerder op aangesproken zijn. Ja, snap je? Ja. Ik denk dat ook wel. Ik had dat laatst ook. Ja. Toen moest ik Marjolein Moorman interviewen en toen las ik over haar dat zij
op een gegeven moment haar boek wilde schrijven, maar ze kon niet echt tijd vinden. En toen ging haar gezin op vakantie. En toen heeft ze uiteindelijk tegen haar man en haar kinderen gezegd van, ik ga niet mee, want ik ga mijn boek schrijven. En toen ik dat las, dacht ik, wow, vet. Terwijl waarschijnlijk als ik het over een man had gelezen, had ik misschien wel gedacht van, nou, nah. Belachelijk. Ja, ja. Ja. Dus ik denk dat het inderdaad, zeker in de bubbel waarin wij leven, best wel kan. Maar goed, kijk, als je natuurlijk kijkt naar gewoon grote onderzoeken, dan zie je gewoon, en dat, daarom vind ik het zelf ook vaak belangrijk om die statistiek erbij te houden, omdat je soms vergeet in inderdaad wat voor stolp wij leven. Dat het gewoon toch, ja, vaak problematisch is voor vrouwen om veel te werken. Dat ze dus wat dichter bij huis gewoon het gegeven van de kinderopvang zegt altijd van, waarom werk je zoveel, of belt altijd de moeder. Maar het zit ook heel erg in hoe er maatschappelijk gekeken wordt naar vrouwen die carrière maken. Wat ik bijvoorbeeld een heel interessant onderzoek vond, was dat dat er dus heel groot onderzoek is gedaan, sociologisch onderzoek, naar hoe mensen kijken naar verschillende stellen. En dat er dus een stel waarbij de vrouw meer carrière maakt dan de man. Daarvan denkt iedereen dat die vrouw een bitch is, dat ze nooit seks hebben en altijd ruzie. En als de man meer carrière maakt, dan denken ze van, oh, dat is een geweldig stel en daar is allemaal heel gezellig altijd. En die onderzoekers beschrijven ook dat die vooroordelen die mensen hebben, werken ook door in mensen hun relatie. Dus ze hebben dan ook gewoon gepeild van hoe gelukkig zijn die mensen in de relatie. En dan zien ze dus dat zodra de vrouw meer carrière gaat maken, zijn allebei de partners ongelukkiger over de relatie. Dus ja, dat is wel echt verdrietig. Ja, ja. 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 Er is onlangs een onderzoek verschenen van de European Value Study, het langslopende sociologisch onderzoek ter wereld. En daar kwamen ze tot de conclusie dat eigenlijk de generatie, wij zijn allemaal millennials, maar dat de generaties onder ons zich in een bepaalde tweestrijd bevindt. En dat het ene deel daarvan progressiever is dan de generatie voor hen, maar dat het andere deel een stuk conservatiever is. En daarbij, schrijven die onderzoekers, is er een verschil tussen jongens en meisjes. Meisjes worden over het algemeen progressiever en jongens worden conservatiever. En ik dacht, Mandy, jij maakt Linda Meijden natuurlijk ook echt voor deze groep. Merk jij dit? Ja. Ja, zeker. Bij elke nummer gaan wij met lezers echt om tafel zitten om met ze in gesprek te gaan, te kijken of de onderwerpen waarvan wij denken die zijn interessant voor jullie, of dat ook echt zo is. Hoe oud is deze doelgroep? 18 tot 30, daar maken we het voor. En aan de onderkant, dus de jongste lezers die we hebben, merk wel steeds meer dat er inderdaad wel heel erg het gevoel is van, maar ik, dat wil ik misschien helemaal niet. En ik wil juist dat het allemaal best wel traditioneel is. En ik vind dat dingen in een bepaalde volgorde moeten. En als ik weerstand hoor, dan is het eerder een deel maar van die groep die inderdaad het juist heel vreemd zou vinden dat ik een kind heb en zoveel verschillende dingen doe. Want dat is dan het punt dat je daarvoor zou moeten kiezen. Maar het verschilt. Maar het is zeker ook wel een geluid wat aan zo'n tafel wel steeds meer naar voren komt. En wat ik in die zin heel fijn vind om te horen, omdat ik me in een omgeving bevind waar dat geluid helemaal niet zo is. Het zou bij mij inderdaad ook zo zijn als ik zou zeggen, ik ga minder werken. Dat mensen zouden zeggen, hoezo? Want je bent toch heel geëmancipeerd. Dat meer is dat emancipatie staat voor, dat moet je wel blijven doen. En er toch minder ruimte lijkt, of in ieder geval in hoe er gepraat wordt, dat als het jouw keuze is om dat niet te doen, dat daar wel een mening over is. En heel eerlijk betrap ik mezelf daar soms ook wel eens op, dat ik vriendinnen of mensen waar ik in mijn studie mee bevriend was en die dan een studie hebben afgerond en daarna heel open zeiden van, ja, maar ik wil hem, ik heb nu rechten afgemaakt, maar ik wil geen advocaat worden, ik wil een rijke man. Die rijke man hebben gevonden en nu de hele dag chillen met hun kids en mooie designertassen hebben. En dat mijn eerste reactie was, maar hier ben je toch te slim voor. Dan betrap ik mezelf daar ook op, dat ik denk, waarom zou je dat doen? Terwijl dat is natuurlijk ook haar keuze en haar recht om te denken dat wil ik niet, om welke reden dan ook.
Dus ik moet mezelf daar soms ook op corrigeren dat mijn eerste reactie daar ook een bepaalde mening is die ik daarvan heb. Omdat ik me bevind in een groep mensen die zoiets heeft van ja, dat doe je niet. Want nee, je hebt die opleiding misschien niet voor niks gehad. Die heb je niet voor niks gehad. Ja. En je bent zelfstandig. En als een relatie uitgaat, moet je het ook nog zelf kunnen doen. Dus in dat opzicht vind ik het juist heel goed dat ik dat geluid wel ook hoor. En daar wel ook voor open blijf staan. Omdat ik anders ook dit ga doen. Terwijl ik zelf zo heel erg pretendeer dat iedereen dit zou moeten doen. En als je niet uitkijkt, ga je ook zelf dat doen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Naar de jongens? Die naar die eerste ook wel naar die eerste... Conservatiever worden. Ja, maar ook wel naar die eerste reactie. Want ik herken hem heel erg, dat ik ook denk. Maar vind je dat het een vrije keuze, zeg maar, vind je dat als je een universitaire opleiding hebt gehad en jij ook Doortje, dat je ook gewoon rustig kan zeggen, nou ja, dat hele werken, lekker thuis blijven is met mijn kinderen is voor mij wat ik wil? Nou, ik denk dat thuis zijn en voor de kinderen zorgen, dat ook werken is. Dat is waar, ja. Ja, en ik denk ook, kijk, het ding is, ik vind het helemaal prima eigenlijk als jij een rijke man wil en thuis wil zijn met je kinderen. Alleen ik vind dat het dus niet, het zou voor iedereen echt een vrije keus moeten zijn. En niet een keus die toch op een bepaalde manier weer een status quo bevestigt, waardoor het voor andere vrouwen weer moeilijker wordt om wel iets anders te kiezen. En inderdaad, doordat die zorg onbetaald is bijvoorbeeld, blijft dat dan toch in stand. Terwijl in essentie, ja god, als dat jouw levensdoel is... En we hebben ook nog steeds geen gratis kinderopvang, hè? Dus ik bedoel, het is ook niet alsof er alles al is gedaan om dat echt mogelijk te maken. Mm-hmm. Ik was ook nog wel benieuwd, Mandy, want als je dit soort geluiden dan hoort, mm-hmm, hoe gaan jullie daar dan mee om met het maken van het blad? Denk je van, oké, het is goed dat ik dit nu gehoord heb, maar wij zijn... Dankjewel. Dankjewel, ik ga er niks mee doen. Ik weet nog dat toen ik daar net kwam, dat heel erg het idee heerst zo van, wij staan voor alles open en wij zijn niet gekleurd. Maar daar geloof ik gewoon nooit in, want elk geschreven medium, elk blad, sommige mensen laat je wel zien en anderen niet. Je hebt bepaalde mensen die schrijven, dus daarmee beken je op een bepaalde manier ook al kleur en laat je een bepaald geluid horen. Dus probeer ik volgens mij niet te censureren en wil ik verschillende geluiden laten horen. Van wat ik nu terugkrijg, doen we dat ook redelijk. Maar ik denk wel dat het over het algemeen een meer progressief geluid is wat we laten horen. En dat het andere er wel is, maar in veel mindere mate, als ik heel eerlijk ben. Mm-hmm. Omdat de mensen waar we het mee maken, dat zijn toch allemaal mensen die vanuit heel Nederland komen, maar uiteindelijk allemaal ook in de Randstad zijn gaan zitten. Wat je gewoon wel veel ziet in media, in welke vorm dan ook. En we laten ook in portretgalerijen, dus dat zijn een bepaald onderwerp, mensen uit heel Nederland zie je dan, waardoor je wel ander geluid krijgt. Maar als ik kritisch naar mezelf kijk, dan hoor je dat geluid wel, maar wel veel minder dan het progressieve geluid. Omdat ik dat, denk ik, zelf ben. En als hoofdredacteur is het ook wel deels een verlengde van wat ik de wereld in wil slingeren. Zonder dat ik het blad de Mandy maak. Maar is het wel op een bepaalde manier dat ik hoop dat mensen in ieder geval open gaan staan. Waardoor het ook is dat er soms iets in staat waarvan ik denk, laatst een interview met iemand en dat ik echt dacht, als het aan mij ligt, zou ik echt de helft hier uitskippen. Want ik vind het echt problematisch, sommige dingen die je zegt. Twee dingen heb ik eruit geschrapt omdat ik dat echt te heftig vond. En de rest dacht ik, ja, die mening mag je ook hebben. Dus ja, dan laat ik dat staan. Het zijn jouw woorden, dus dat is oké. Toch meteen weten, wat heb je geschrapt? Sorry. Ja, het eerste waar ik een beetje vervelend van werd was, deze persoon gelooft heel erg in het manifesteren van een leuk vriendinnetje. Nou, dat mag. Een vrij land mag. Toen dacht ik, oké, well, good luck with that. Een beetje cynisch. Maar toen, op een gegeven moment kwam er een stuk over
Dat als je ziek bent en dan specifiek als je kanker krijgt, dat dat ook te maken heeft met dat je niet goed genoeg het positieve hebt gemanifesteerd. En dat vind ik ingewikkeld. Ja. dat begrijp ik heel goed. Ja, dat is heel duidelijk. Ja. Dus dat heb ik eruit gehaald, omdat ik dacht... Nee. Mag jij denken dat daar kan ik je niet in tegenhouden? Maar ik vind het... ik geloof dat niet. Nee. ja, en dan mag ja, ik het lijkt mij heel terecht, hoor. Ja. Dus het... Tot misschien toch nog even voordat ik jou gevraagd om nog verder weer te lezen. En terug wel naar de conservatieve jongens. Hoe verbaast het jullie? Ik denk dat het ons allemaal zorgen maakt, maar... Nee, het verbaast mij helemaal niet. Waarom niet? Nou ja, het was toch... Ja, als je kijkt naar hoe populair hele conservatieve influencers zijn gericht op mannen... dan is zo'n cijfer... Ja, tuurlijk, als ik het dan zie, dan schokt het me wel weer op een bepaalde manier. Maar het had ook niet echt anders gekund of zo. Ik heb dat zelf meegemaakt. Als ik gewoon voor de Volkskrant kids interview, jonge kids... dan zit er altijd wel eentje bij die helemaal weg is van Andrew Tate. Ja. Het is echt bijna normaal nu. Dus nee, ik was niet verrast in die zin. Nee. Lotte? Ik denk dat het heeft mij wel... Ik denk dat wat mij verrast, en zeker aan die cijfers... of ook de Financial Times, die een paar weken geleden... daar een grote publicatie ook over had... is de mate waarin, waarin dit ongeveer wereldwijd het geval is. Dat verbaast mij wel. En vind ik toch wel echt heel schokkend. Dat het dus de eerste... Het is ook als... Nou ja, als historicus daarnaar kijkende... dat het de eerste generatie lijkt te worden... die dus langs genderlijnen zo uiteen lijkt te vallen. Dat vind ik wel... vind ik echt heel zorgwekkend. En ik vind het ook wel interessant, omdat volgens mij... En ik weet niet of we nu al de boomers ook de schuld gaan geven van allerlei zaken, maar... mag altijd, maar ik zou er voorzichtig mee zijn. Ja, zeker. Maar ik denk wat ik gewoon zo interessant vind... is dat er volgens mij dat er toch vrij lang gedacht is. En dat is ook iets wat ik vind dat Doortje dat ook goed beschrijft in het pamflet. We zitten toch op een soort... Ja, een soort liberale beweging. En het, zeg maar, het komt allemaal wel goed. Of er is een soort progressie waar we... die gewoon een soort van zelf op de vleugels van de geschiedenis gaan we de toekomst, zeg maar zo. En dat zie je, en daarin is ook best veel, denk ik, uitbesteed aan... oh, de jongeren, die zijn super woke, weet je wel. Die hebben het over consent, die regelen het allemaal wel. En het blijkt dat wij en de ouders en zo... dat we veel meer aan de bak moeten, denk ik, dan we... ik denk dat we ons gewoon rijk gerekend hebben wat dat betreft. Als linkse elite, dus ja. Wil jij een tweede fragment lezen? Zeker. Het vrouwenbeeld dat we momenteel opgedrongen krijgen via sociale media is niet politiek neutraal. Het gegeven dat je zonder het te willen soms toch onzeker wordt van moeder-influencers illustreert de rol die zij spelen in onze samenleving. Ze zijn bewust of onbewust propaganda voor het behoud van de status quo. Ze etaleren een manier van leven waar het kapitalistische systeem baat bij heeft. De vrolijke vrouwen die rond hun 25ste poseren in een crop top, die klokslag hun 30ste moeder worden, vervolgens evolueren in tiger moms die laveren tussen de beste smoothie en de leukste tractatie, die vrouwen zijn bewust of onbewust onderdeel van een groter geheel, van een kapitalistisch systeem dat gefundeerd is op het instand houden van deze traditionele rol voor de vrouw. De rol van verleider, van drager van kinderen, van verzorger van het gezin. De rol van producent van nieuw leven en consument van alle producten die daarbij horen. Massamedia kan je binnen een samenleving nooit beschouwen als neutraal. Ze worden altijd gevormd op basis van de consensus over waar het heen moet met de maatschappij. Doordat kapitalistische instanties voor een groot deel bepalen welke berichten het grootste publiek bereiken via advertentiemodellen en mediabedrijven en productiehuizen, zijn die beelden vooral reclame voor het systeem waar ze uit voortkomen. Natuurlijk kennen wij in onze westerse samenleving zoiets als onafhankelijke journalistiek. Maar zeker door de opkomst van sociale mediaplatformen, een soort do-it-yourself journalistiek, veelal aangestuurd door adverteerders, wordt de stem van het kapitalisme in onze leefwereld steeds luider.
De wereld van influencer marketing laat zich graag voorstaan op het gegeven dat dit een van de weinige zakelijke omgevingen is waar vrouwen veel meer verdienen dan mannen. Wat hierbij wordt vergeten is dat influencer marketing als het ware een kooi is waarin vrouwen weliswaar kunnen excelleren, maar wel binnen de grenzen van het kapitalistische patriarchaat. Ze kunnen veel geld verdienen, maar uitsluitend door te voldoen aan een opgelegde norm en door die norm bovendien weer aan anderen op te leggen. Binnen de sociologie bestaat een term voor ongemerkte invloed van dat wat je om je heen ziet en hoort. Priming. Beroemd is het onderzoek van John Bark, hoogleraar sociale psychologie aan Yale. Bark liet twee groepen studenten verschillende teksten lezen en analyseren. De ene groep las een tekst over agressie, de ander een tekst over geduld. Vervolgens liet Bark de studenten wachten terwijl hij hun analyses doornam. Tijdens het wachten waren de studenten die over agressie hadden gelezen stevast veel ongeduldiger. De afgelopen jaren zijn er aan universiteiten talloos veel onderzoeken gedaan naar de relatie tussen priming door sociale media en het zelfvertrouwen van vrouwen. Keer op keer blijkt dat wat we op Instagram en TikTok te zien krijgen enorme invloed heeft op ons zelfbeeld en daarmee op onze keuzes in het leven. Dankjewel. We gaan deze avond echt wel hoopvol afsluiten. Zeker. Maar laten we eerst ons nog even wat dieper in de ellende begeven. Jullie zijn natuurlijk ook actief op... Wij allemaal zijn actief op social media. Ik weet dat jullie ook echt wel veel volgers hebben. In hoeverre ben je dan bewust van de norm, hoe je je daartoe verhoudt en wat je wel of niet deelt? Is bijvoorbeeld bij jou, Mandy, probeer jij een beetje wat je laat, zeg maar, wat je laat zien op social media, probeer je die norm te doorbreken? Hoe ga je daarmee om? Ik was eerst eigenlijk veel meer bezig met hoe moet ik me profileren? Wat laat ik wel zien? Wat laat ik niet zien? Welk beeld geef ik daarmee af of niet? Maar met heel veel werk en een kind, ain't nobody got time. Ik bedoel, ik heb daar gewoon geen tijd voor. Dus nu, ja, het algoritme mag mij niet meer, want ik ben er niet zoveel meer op die manier mee bezig. Maar ik merk wel dat het zo is dat de kleine dingen die je deelt, want als je nagaat, stel je voor je deelt, ja, weet ik veel, 6 stories op een dag of zo. Dat is 6 keer max 15 seconden. En je kiest een bepaalde foto van wat je wel of niet deelt. Of dat nou alleen werk is of ook je privé. Maar het zijn zoveel snippets eigenlijk, die eigenlijk echt heel klein zijn. Dat ik me, ook door het blad wat ik maak, me er wel heel bewust van ben dat men dat ziet dan als jouw hele leven. Mm. En daarmee het gevoel krijgt jou heel goed te kennen en heel goed te weten hoe het werkt of hoe jij je voelt of dat het allemaal goed gaat. Of ook soms als je kennissen tegenkomt die dan in één adem zeggen, gaat goed, hè? Want ik zag op Instagram dit en dit en dit. Wat dan heel grappig vind, omdat ik denk, oh, maar je hebt de vraag al ingevuld, terwijl je hebt nu aan de hand van 3 foto's heb jij dus besloten dat het goed gaat. Niet dat het per se niet goed gaat, maar dat is wel wat we daaraan ophangen. En op het moment dat mensen juist verdrietige dingen delen, dan krijg je ook weer dat mensen dat dan juist weer te intiem vinden. Of ja, pff, komt zij weer met haar gejank aan. Ik bedoel, als er dan influencers zijn, en daar ben ik er zelf niet één van, maar die zichzelf dan huilend gaan filmen of zo. Ik ben dat niet. En ik vind het iets totaal fascinerends, omdat ik dan denk, oh ja, maar dan moet je dus eerst die camera neer gaan zetten en dan gaan zitten en dan gaan huilen. Of zo gaat dat waarschijnlijk, want je bent gewoon aan het huilen, maar je denkt, ik ga dit filmen. Ja. En dan moet ik het dus ook delen. En daar vinden we dan ook heel erg iets van. Dus op het moment dat het alleen maar is, oeh, kijk mij hot en knap zijn en allemaal leuke dingen doen, dan is dat een vertekend beeld. Maar we vinden het ook vervelend als we vooral dan jonge vrouwen huilend in de camera zien. En daar heb je hele accounts voor waarom influencers huilen. En dan de redenen dat het zo stom is dat ze huilen. Dus het is heel moeilijk om het goed te doen. Want iedereen vindt er toch wel iets van. Mm-hmm. En
maakt conclusies uit hele kleine dingen. Dus ik laat het een beetje, maar weet alsnog dat mensen er conclusies uit trekken. En ik ben gewoon iets makkelijker geworden met mensen blokkeren. Wat ook niet altijd goed is, want daardoor blijf je al helemaal in die bubbel zitten. Maar ja, mijn Instagram, ik mag het ook zelf weten. Gewoon voor mijn mentale gezondheid is dat soms iets beter. Ik vind het soms ingewikkeld. Ja. Ja. Hoe doe jij dat? Wat? Nou ja, ben je bewust van wat je deelt en in hoeverre je dat soort van bij in een noor tot ja. Nou ja, ik vind Instagram sowieso heel raar en moeilijk en zo. Dus ik vind alles daar ingewikkeld ook. Maar kijk, qua die norm, je merkt gewoon zodra je erop zit. Want dan krijg je gewoon superveel likes en hartjes en fijne reacties. En in mijn geval is dat gewoon, als ik een foto deel waar ik knap op sta, dan is iedereen blij. En als ik andere dingen deel, zoals een mening, is men minder blij. Gelukkig heb ik wel allemaal over het algemeen hele blije volgers. En die zijn in principe altijd blij. Of ik hoor ze niet. Maar dat is wel. Kijk, dat is dat moment, denk ik, dat je heel goed voelt hoe ook sociale media die norm toch in stand houden. Ook al hebben het idee dat dat niet zo is. En ja, je kan toch alles posten wat je wil. En je kan toch iedereen blokkeren. Ja, dat kan ook. Maar het ding is gewoon dat het. Ook als je mensen kan blokkeren die bijvoorbeeld, ik vind Sigrid Kaag een goed voorbeeld, die natuurlijk echt ongelooflijk veel shit over zich heen kreeg. Vooral vanaf het moment dat zij dreigde misschien de eerste vrouwelijke premier te worden. Er wordt heel erg gezegd van, ja, je kan er toch boven gaan staan en wat maakt het uit? Weet je wel, leg het laatje neer en het zijn gekken en zo. Maar toch, als je elke dag duizenden keren moet horen dat je een heks bent of een gek wijf, dan gaat dat toch iets met je doen. En ik vond ook dat moment dat ze uiteindelijk stopte en echt zei van, ja, dat is ook echt vanwege die bedreigingen. Ja. Vond ik zo'n heftig moment of zo, omdat ik dus toen dacht, het heeft dus zin. Ergens zijn er nu mensen die denken, yes, het is ons gelukt of zo. En dat is het lastige van wat ik nu vind van sociale media. Is dat je inderdaad, ja, wat jij ook zegt van, nou, ik ben goed in blokkeren. En dat geloof ik ook. Dat heel goed is. Ja. Maar tegelijkertijd is gewoon het feit dat, dat jij veel meer haat over je heen krijgt dan iemand die misschien wel binnen de norm past, is voor mij gewoon heel problematisch. Vind ik heel problematisch. Nee, dat is het ook. Maar ja, wat kan je doen? Ja, wat kan je doen? Ja. Mensen worden gewoon snel boos. En het is blijkbaar heel makkelijk om iemand te bedreigen met dan al niet een nep-account. Want mensen worden daar ook steeds vrijer in. Het gebeurt echt niet alleen maar meer met nep-accounts. En je wordt echt om het minst of geringste word je bedreigd. Of moet je dood. Of moet je kind dood. Of mensen zijn echt. Of je moet ziek worden. Het is echt om kleine dingen. Dat je denkt, wow. Ja. Ja, Lotte, we hadden het hier net over het eten. Ook, tijdens het eten ook kort over. En jij vertelde ook toen je een stuk had geschreven in De Groene. Wat echt, nou ja. Ik zou willen zeggen, niet tegen het kerngezin is, maar waar je wel een soort van het kerngezin behoorlijk problematiseert. Dat de reacties daarop, dat je daar echt door overvallen was. Qua heftigheid. Ja, en ik vond het zo opvallend, omdat ik bijvoorbeeld over abortus ook heel erg openlijk heb geschreven. En dat was eigenlijk het onderwerp waarvan ik altijd heb gedacht, oh, daar komt de heftigste kritiek op. Maar ik denk dus met het kerngezin dat het. Ik kreeg veel wat ik net vertelde, of veel berichten van mannen die denken dat ik ze overbodig maak, dat ze niet meer nodig zijn. En zij lijken meer nog aan het gezin zeggen te hangen. Zeggen zij dat dan echt tegen jou? Van, ja. Jij maakt me, want dan laten ze zich wel enorm in de kaart kijken. Enorm. Ja. Dus ik vind dat niet een hele handige strategie als je jou jou op de kast wil krijgen. Zeker jou niet al, ik zie jou al reageren van ja, inderdaad. Jij zeker. Ja, en ik bedoel, ik denk zeker dat als het om, om alleenstaand ouderschap gaat, dat het heel. Dat het heel leuk gevonden wordt als je zegt dat dat heel zwaar is en dat het heel moeilijk is en dat je dat je heel erg verlangt naar een man. Terwijl wanneer je zegt, nou, ik vind dat het ook ontzettende voordelen heeft, dat leidt tot paniek. En ik denk dus dat het, ja, misschien in het verlengen daarvan met de mannen überhaupt wat minder goed gaat dan wij
denken. En dat we, hè, dus dat die ook echt in, heel erg in een bepaalde rol zitten. Of ik denk ook zeker dat gezin misschien heel erg, misschien ook echt nodig hebben. Dat is eigenlijk ook wel een soort tweede golf idee. Op wat voor manier? Ja. Nou, dat is een heel mooi citaat van Anja Meulebelt uit Feminisme en Socialisme, haar eerste boek uit 1975. Hè, waarin zij schreef: binnen het gezin moet worden gerepareerd wat op het werk wordt stuk gemaakt. En dat gaat dan eigenlijk heel erg over het idee dat voor mannen hun eigen waarde, dat dat veel te nauw verbonden is met werk en carrière succes binnen dit kapitalistische systeem. En dat zij dus eigenlijk in die zin juist die privésfeer misschien nog wel meer nodig hebben dan vrouwen. Nee, maar jij beschreef dat ook heel goed in je stuk. Dat de zorg die vrouwen doen is niet alleen voor de kinderen, maar is ook voor de man die gewerkt heeft. En dat is wat ik denk heel veel vrouwen met mij ook ervaren, dat die rol er andersom nog niet echt is. Zodat de zorg van de man voor de vrouw die ook gewerkt heeft, die is, daar is nog niet echt een soort van esthetiek voor of een soort van strategie voor. En daar gaat volgens mij ook heel veel mis. Zeker, maar ik heb ook echt het idee, als ik met veel vrouwen om me heen praat, dat de hele emotieregulatie bij mannen zo ongeveer door vrouwen gedaan wordt, af en toe. Een soort emotiemanager. In bepaalde relaties van mensen die niet per se mijn beste vrienden. Maar, dus nee, dat is zeker zo. En inderdaad, dat is niet per se zo dat dat over en weer is. Wat bevrijdend om niet hetero te zijn. Ja, dat is. We praten zo nog even verder, maar we gaan eerst even naar een kort intermezzo. Dan kunnen jullie ook even allemaal achterover leunen en goed nadenken over wat je, hoe we dit met elkaar, hoe we dit met elkaar gaan oplossen. Oh, pressure. Alles. En daarvoor wil ik graag Luca Butsel en Fien de Smet vragen om naar voren te komen. Want zij zijn op dit moment bezig met de voorstelling Bakermatje bij de Warme Winkel. En dat is eigenlijk alles wat ik erover ga zeggen. Geef ze vast een warm applaus, dat is prettig. Wow. Zo. Ja, kom maar. Nee, wacht. Je moet, de tussen en zo, Yes. Die zit. Die ook. Yes, die zit ook. Ja. Het leven is een test. Dat weet ik best. Ik ben op een plek in mijn leven. Een boel heb ik al opgegeven en aan de rest klamp ik me vast. Als een koala. Zolang ik kan werken, zolang ik kan eten, zie ik het leven rooskleurig in. Het leven is geen rozengeur, geen maneschijn. Het leven is een test, dat weet ik best. Ik word getest. Met jou. Ik groeide op aan een straatje met een kerk en een internaatje. En ik ontgroeide het straatje met de kerk en het internaatje. Ik ben de wijk ontgroeid, maar ik ruik haar nog. De afvalverbranding als de noordenwind staat. Ik ruik het kruid na oudejaarsavond. Ik ruik de volle luiers van de baby's, van de tienermoeders die er alleen voor staan. Ik ruik de rokende vrouwen,
soms zwanger, soms niet. Ik ruik de wietplantage van mijn buurman. En ik hoor iedereen groeten. Hallo, buurman. En ik hoor iedereen vloeken. Ik hoor de piepende remmen van de auto's op de grote weg, gekocht met zwart geld wat in deze wijk wordt witgewassen. En als ik stil ben, dan hoor ik de stem van mijn moeder. Weesje, weesje, weesje bewust. Ik heb je vader niet voor niets gekust. Het leven is een test. Dat weet je best. En jij klampt je ook aan dingen vast. Jij bent ook een koala. Als een navelstreng keten je je aan alles wat goed voelt of lekker is of steun biedt. Je bent een hoopje mens. Een hoopje cellen. Je poept, je plast, je huilt, je lacht. Ik lach ook. Ik huil ook. Ik huilde bijvoorbeeld toen een jongen me hol noemde. Ja. Hij zei dat ik gaten had die alleen hij kon vullen. Hij zei dat dat de reden is dat ik Holly heet. Ik heet Holly. Ja, mijn vader die zegt dat alleen mijn moeder me Holly wilde noemen. Hij niet, want het rijmt op lolly. Holly likt een lolly. Holly snolly, Holly ons dolly. Maar ja, hij was er niet. Dus ik heet Holly. Soms speel ik met de gedachte dat mijn moeder me Holly wilde noemen. En dat ze bij het gemeentehuis een spelfout had gemaakt en dat het toen Holly is geworden. En soms denk ik dat mijn moeder zich leeg voelde en dat ze zwanger van mij zich bewust werd van die lege ruimte in haar buik. De gastkamer van de mensheid. Daar ben jij. In zout water. Weesje, weesje, weesje bewust. Ik heb je vader niet voor niets gekust. Ik ben gelukkig op een punt in mijn leven dat ik durf te kakken op mijn werk. Ja, om 10 uur drink ik mijn tweede kop koffie en dan zeg ik, ik ben zo terug. Ga ik naar de wc, ga ik zitten, doe ik mijn neus dicht of ik laat hem open. En dan doe ik de deur op slot of ik laat hem open en ik laat het los. Oh, ik laat het los. Ja. Soms lijkt het of al mijn ongemak blijft zitten in mijn dikke darm. Sinds ik durf te kakken op mijn werk, heb ik een nieuwe functie. Een hogere functie. En ik verdien meer geld. Ik ben de baas. Of althans, de baas onder mijn baas. De manager. Al meer bereikt dan ik dacht toen ik woonde aan het straatje. Met de kerk en het internaatje. En nu nog genoeg verdienen om een huis te kopen. Misschien wel in een straatje met een kerk en een internaatje. Maar liever ergens in een bos. En ik wil nog reizen. Maar mijn grootmoeder die ligt nu is langzaam aan het sterven. Ze ligt af te koelen in een ziekenhuis. En ik durf er niet te vaak heen, want ik heb er geen achterkleinkinderen gegeven. Ik kies voor dit. Carrière. Had ze zelf maar meer moeten neuken. Ik ben haar enige kleindochter. Ik kan dus zeggen, ik zou kunnen zeggen, die vrouwenlijn, die bloedlijn, die stopt bij mij. Dat is goed voor het klimaat. Hey. Ja. Oh. Ja.
Tot hier. Ja, Fien, ik kom ook even als deze aan mag naar jou toe. Want dit is een eerste scène uit een voorstelling die jij nu aan het maken bent. En dat is een voorstelling waarin je... Kijkt. Jullie, sorry, ja, sorry. Dat is helemaal waar. Dat klopt. Man meteen. Ja. Lekker Jan. Zit zo in weg met de man dat het een... Ja. Het is oké. Maar het is een voorstelling die jij hebt geschreven, wilde ik eigenlijk zeggen. Ja, dat klopt wel, toch? Ja, oké, gelukkig. En jullie onderzoeken eigenlijk wat er gebeurt als je een hele vrouwelijke ervaring laat vertolken door een man. Waarom willen jullie dat onderzoeken? Ik denk dat het vooral te maken heeft met het verlangen naar een gedeelde verantwoordelijkheid. Zelfs over, of juist eigenlijk vooral over voortplanting. En ook het onderzoek daarin van... Is het niet heel empathisch als een man zich probeert voor te stellen hoe het is voor een vrouw om zwanger te zijn? En wanneer is dat klikklare toe-eigening, wat een man nooit gaat voelen, nooit gaat snappen en dus nooit beslissingen over zou moeten maken voor zoveel vrouwen? En tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk om in het hele baas in eigen buik verhaal, om juist de man meer... zeggenschap is misschien niet het goede woord, maar... Wel meer betrokkenheid, zou ik zeggen. Meer betrokkenheid of ook daarin een gedeelde verantwoordelijkheid te vinden. Ja. En als je dit dan speelt, heb je dan het gevoel dat je iets toe-eigent? Ook? Ik denk dat dat... op dit moment nog niet per se aan de hand is. We zijn net 2 weken bezig en we zijn wel
Tot nu toe voelt het nog steeds als een hele oprechte poging eigenlijk om dat te gaan doen. En is het wel ik denk dat het een leuke zoektocht is om te kijken van hey, wanneer bereiken we dat gebied van die toe-eigening nou? En hoe ziet dat er dan uit? Wat is nou echt de lelijke vorm van toe-eigening? En wanneer, in het Engels heb je eigenlijk zo'n mooie, heb je appreciation en appropriation. En dan is appropriation een beetje als je over die lelijke grens heen gaat. En appreciation als het schoon is of mooi, ik weet niet. Ja, ik denk dat wij dat nu aan het uitzoeken zijn. En ik denk eigenlijk dat als die poging zo oprecht mogelijk is, dat die heel lang heel echt en waardevol kan zijn. En hoop, ja, voor het publiek hoop ik ook om naar te kijken. Ja. Jullie, wanneer gaan jullie spelen? Op 4, 5 en 6, toch? 4, 5 en 6 april, ja. In de Sloot, in Amsterdam-West. Ik zou zeggen, ga allemaal ja. kijken. Dank jullie wel. Kijken, ja. Graag gedaan. Dank je wel. Ik keek net even naar de tijd en jij zou eigenlijk nog een stuk gaan lezen. Maar ga ik nu heel snel doen. Ja? Nee, ja, dat is een geintje. Ja, mag wel. Ik zat te denken, misschien is het toch fijner om vooral nog wat te praten. Nou, ook goed. Sorry. ja, aan de ene kant die conservatieve golf onder jongeren, maar tegelijkertijd gaat het met jouw boek ontzettend goed. Het momentum is er. Ik denk dat we dat misschien allemaal wel voelen. Er staat ook, de kranten publiceren op dit moment ook ontzettend veel over feminisme. Maar wat mij wel opviel, en ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken, is dat het, ondanks dat het volgens mij heel veel vrouwen het delen, dat ze het wel echt soort van, nou ja, soms gehad hebben. En dat het echt anders zou moeten, dat er toch politiek bijvoorbeeld heel weinig gebeurt. Zien jullie dat ook? Ja, maar ik ben dan toch alsnog ben ik dus best hoopvol. Mm-hmm. De laatste tijd. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik aan het boek begon, was ik dat echt veel minder. Ook omdat er gewoon inderdaad alleen al de afgelopen half jaar inderdaad, nou, natuurlijk ook Lotte stukken, maar ook een boek zoals dat van Sarah Sluimer, waar jullie deze week ook een avond over hebben gemaakt. Er is gewoon best wel veel animo voor het thema. En inderdaad is het zo dat het inderdaad nu zo is dat veel vrouwen zich uitspreken. Van mij mag dat overigens nog veel meer. Ik vind het allemaal nog best wel bescheiden. En dat er dan politiek nog best wel weinig actie is. Maar ik denk ook wel echt, en dat is waarom ik zo geloof in bewustwording ook van dus die systemen die je constant maar weer naar beneden drukken, dat je eerst nog een soort stap moet maken van inzien hoezeer je beperkt wordt eigenlijk. En je inderdaad uitspreken en het ook met anderen bespreken en daardoor nog weer verder komen in die ideeën. En dat je eigenlijk ook voor mijn gevoel dan pas echt ook politiek gezien hele goede keuzes kan maken. Omdat je moet eerst helemaal buiten dat systeem kunnen denken. Ik vraag me af of het überhaupt kan, maar in elk geval een poging doen daartoe. Om ook te zien wat de goede oplossing is. Ben je het ermee eens? Ik geloof zeker in het belang van die bewustwording. Hè? Dus ik ben ook ontzettend blij met je boek. En ik denk wel dat wat er momenteel wel echt mist, is misschien het besef ook vanuit de politiek dat een mentaliteitsverandering vanuit de politiek gestuurd kan worden. En dat was in de jaren 70 wel echt heel anders. En toen zijn natuurlijk ook de grote stappen op het gebied van emancipatie gezet. Dus ik zou wel ook gewoon erg graag een linkse regering willen. Nou, ik wou net zeggen, ik ook. En dat is natuurlijk het hele cynische. Als je het over de politiek gaat hebben, kom je er al gauw op uit dat we gewoon in een knetterrechts en ook al knetterliberaal beleid hebben al heel erg lang. Ja. Waarin individuele keuzes al decennia lang centraal staan. Terwijl, ja, volgens mij zijn die er voor heel veel mensen gewoon niet. Wat is er dan, in de jaren 70, toen die stappen wel genomen werden, waardoor kon dat dan toen wel? Wat was daar dan voor nodig? Nou, ik denk dat een vrij uniek moment was, hè, waarop er die vrouwenbeweging heel sterk was. Die was heel
divers ook, op een bepaalde manier wel echt, vind ik. Op welke manier? Nou, ik vind soms zelf, maar het is een beetje een stokpaard voor mij, dat de tweede golf iets te makkelijk wordt weggezet als helemaal wit en hoog opgeleid. En ik denk dat het gekke is dat als je heel erg aan... als je dat maar blijft zeggen, dat wat je daarmee vooral ook dan niet ziet, is dat er wel degelijk vrouwen van kleur in die tijd ontzettend actief zijn geweest. Dus het is ook heel goed om daar, denk ik, iets meer aandacht juist nog voor te hebben. Maar dus dat die beweging heel sterk was en je tegelijk echt een soort mars van vrouwen door de instituties zag. Dus je hebt gewoon de eerste vrouwen die toen hoogleraar geworden zijn, eerste vrouwen die in de politiek zijn gegaan, Hedy Dancona, waar wij volgens mij allebei zeker met bewondering naar haar kijken. En die vrouwen hebben dat werk ook echt verricht. Maar die konden dat doen omdat dat in een politieke context gebeurde waarin daar echt ruimte voor was. En er is zelfs een moment geweest dat een soort al het nieuwe beleid werd getoetst. Ja, een soort commissie. Precies. Ja. En daarna hebben we eigenlijk inderdaad al toch een soort onder een heel neoliberale... kijk op de zaak, is er al gezegd begin 2000, emancipatie is gewoon al lang bereikt. Dus ja, dus in die zin is het vooral volgens mij ook heel belangrijk. En ik heb wel echt dat gevoel, misschien kunnen we ook gewoon nu een keer gaan zeggen dat we denken dat we in een nieuwe golf zitten. Ik vind dat er nu wel echt erg veel gebeurt. En ik denk dat er ook hoeveel mensen hier nu vanavond zijn. Dat is ook dat is ontzettend leuk. En, ja, dank jullie wel eigenlijk. Ja. Heel leuk. Hoeveelste golf is dit dan? Ik denk, daar is onder historici wat oneenigheid over. Of het dan dat zou toch wel de vierde zijn. Oké. Okay. Ja. Waar zie jij echt ruimte voor verbetering? Voor mij zit die toch wel in de... Van mij mag die diverser en inclusiever. Omdat ook toen waren er echt wel vrouwen van kleur. Maar het is, dat is wat ik in dat voorwoord ook wel zeg... het maakt echt wel uit. Op het moment dat... Als ik bijvoorbeeld een sterke mening heb over dingen... en die heb ik... moet ik er wel echt mee bezig zijn hoe ik het breng. Want ik ben echt heel snel... of ik word veel sneller bestempeld als boos of agressief. Of ook als je in de politiek kijkt. En we kijken bijvoorbeeld inderdaad naar een Sigrid Kaag. Had die het heel pittig. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een Sylvana Simons... op het moment dat zij gewoon een valide goed punt maakte... zie je gewoon elke keer dat zij weer als boos werd. Waarom doe je nou zo boos? Waarom doe je nou zo geïrriteerd? Doe nou even rustig. Terwijl er zijn daar echt heel veel mensen die dingen zeggen... en dat heel agressief zeggen of juist hun stem verheffen. En als dat op dat moment toch witte mannen zijn... of soms ook ten opzichte van witte vrouwen... is dat niet het eerste wat zij horen. Dus voor mij is het... toch ook wel heel belangrijk dat daar ook meer ruimte en diversiteit komt. En dat het toch ook intersectioneler is. Dat het breder draagvlak is en dat we dat toch meer samen doen. Want we kunnen gender, afkomst, dat kunnen we gewoon allemaal niet loszien daarvan. En voor mijn gevoel zit daar heel veel winst te behalen. Omdat dat in mijn optiek toch nog... wel gebeurt. En dat is door kaders. Kaders die ik zelf ook heb. Voor mij zijn sommige dingen ten opzichte van anderen... voor mij al geregeld. Waardoor ik daar dan weer niet meteen rekening mee hou. Maar het is denk ik wel goed om er altijd scherp op te zijn. Dat je er gewoon rekening mee houdt dat er ook nog is. En dat zoveel meer lagen heeft. Waardoor het voor mij in dat opzicht... nog wel iets te traag gaat. Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Je schrijft in jouw inleiding ook, en dat vond ik wel interessant... want volgens mij, Lotte, jij zei dat ook laatst... en Dorgie, jij hamert er ook op dat op het moment dat je... echt feministisch bent en echt intersectioneel feministisch... dat het goed is voor iedereen. Ja. En ik vroeg me wel af, want volgens mij...
moeten we, Lotte, jij zegt dat ook, wel ook echt proberen iedereen mee te krijgen. En ik dacht, hoe? Misschien als laatste vraag, Doortje. Ja, ik denk dat iedereen, dat denk ik, dat iedereen vrijer wordt als hij meer buiten kaders kan denken. En nu denk ik dat er een deel van de samenleving is die het gevoel hebben dat ze soort van kunnen overheersen door de status quo in stand te houden. Maar ik denk, zoals ik eerder al zei, dat iedereen binnen een samenleving waarin zoveel normen op je drukken, et cetera, onvrij is. En het zou fijn zijn als iedereen dat zou inzien. Ik denk dat dat nog niet zo 1, 2, 3 gedaan is. Maar ik ben wel echt hoopvol dat veel mensen bezig zijn met dat te doen in elk geval. Ik denk dat ik ga kijken of er iemand is die zich al wil mengen. Ja, ik zie. Wil er iemand iets vragen? Ja? Ik zag daar een hand. Ja, één hand. Ik zag nog geen hand. Jawel. Ah, fantastisch. Een hele hand. Wel, als ik iets wat meer licht mag. Ja, zie je, dat is wel mooi. Sorry, ik kom zo helemaal langs jullie geklauterd. Bedankt. Hi, dankjewel. Allereerst, ik ben Annemieke, feministisch activist. Uiteraard. Ik heb je boek gelezen vandaag, of je pamflet. En ik vond het een hele fijne, gecomprimeerde samenvatting. En tegelijkertijd vind ik het dan ook weer lastig, omdat de call to action die erin staat, en ik begrijp het ook ergens, is er best wel op het individu gericht. Het gaat weer heel erg over herevalueer je eigen keuzes, denk wat beter na. En ik ben wel benieuwd of je de behoefte voelt om hem nog iets politieker te maken. Om dus bijvoorbeeld die vrouwenbeweging te stutten die we wel heel hard nodig hebben. Of dat je dat bewust niet hebt gedaan. Welke keuzes je daarin maakt. Nou ja, inderdaad. In het boek heb ik er heel erg voor gekozen. Omdat, dankjewel voor je vraag trouwens. En heel leuk dat je het boek al hebt gelezen. maar inderdaad, in het boek heb ik het bewust best wel vaag gehouden, om het een beetje zo te zeggen. Maar inderdaad, multi-interpretabel, laat ik het zo zeggen. Omdat ik dus echt denk dat het heel waardevol is om eerst gewoon na te gaan in hoeverre je gedachtes en gedrag meer bepaald worden dan je denkt. Om vervolgens misschien zelf te gaan denken wat je met die verkregen ruimte wil, zeg maar. En ik vind dat dan niet per se aan mij om dat voor anderen in te vullen. Is dat antwoord op je vraag? Min of meer. Is er iemand anders die iets wil vragen? Yes, bedankt. Hi, dankjewel allereerst voor deze avond. Als we het hebben over sociale media en ook conservatieve geluiden, hoe kijken jullie aan tegen de Tradwife-beweging? Ja, heel interessant natuurlijk. Het komt ook voor in mijn boek. Het is echt een. Ik vind het bijna te cliché al een voorbeeld van wat je nu heel veel ziet in zeg maar hele rechtse partijen die zichzelf vaak profileren als een soort van radicaal vernieuwend, maar eigenlijk super traditionele denkbeelden propageren en ook op mensen duwen. Ik vind die Tradwives bijna, je wordt er bijna jaloers op, toch? Qua hoe goed ze in de markt zijn gezet en hoe het ziet er ook zo goed uit. Weet je, je denkt echt, wauw, die vrouwen zijn zo ontzettend gelukkig met hun financieel afhankelijke positie en hun alleen maar zorgende leven. En ik vind dat wel, wat ik er dus vooral heel problematisch aan vind, is dat het wordt, is dat het dus heel erg wordt neergezet als empowering voor vrouwen en als vernieuwend ook. Terwijl het is, zou ik zeggen, traditioneel en juist niet empowering. Maar ik denk ook niet dat je een hele andere mening had verwacht, misschien. Nee, waar denk je dat het vandaan komt? Want het is best wel heel duidelijk in ja. Ja, ik denk ook van hetzelfde als waar Andrew Tate en zo vandaan komen. Inderdaad, waar we het eerder al over hadden. Dat er heel veel, dat de mannen ook enorm in een crisis zijn. En daardoor ook op zoek gaan naar houvast. En die vinden in zeg maar dat soort van
extreme vasthouden aan hun soort van traditionele rollen. En die tradwives, ja, dat vind ik zo interessant aan die sociale media fenomenen. Je weet nooit de kip en een ei. Toch van, ze krijgen natuurlijk heel veel bijval, vooral van die Andrew Tate-volgers. Die vinden hen allemaal fantastisch. En dan denk ik ook vaak, ja, werkt het nou zo goed omdat die volgers er zijn of andersom, weet je wel? Maar dat is natuurlijk die, dat is één funnel, denk ik. Is er nog iemand die iets wil vragen? Ja, ik kom naar je toe. Allereerst dank je wel voor deze avond. Ik ben Dia. Geen activist, nog. Ik had eigenlijk een vraag. Jullie hebben het al gehad over de druk die vrouwen voelen voor het maken van kinderen. Maar die druk komt wel ergens vandaan. We leven natuurlijk in het kapitalisme. Een systeem wat eigenlijk betekent, ja, de kinderen van vandaag zijn de werkers van morgen. Mm-hmm. En ja, mijn vraag is, is het überhaupt wel mogelijk om binnen dit systeem gelijkheid te behalen? Want ja, we willen constante economische groei. En je moet vergrijzing natuurlijk voorkomen. En hoe kan je dat voorkomen? Dat is door kinderen te maken. En eigenlijk vrouwen te influencen om constant de werkers van morgen te baren. Dus mijn vraag is het mogelijk? Dankjewel. Ja, ik ben het helemaal met je eens. En mijn antwoord is nee, eigenlijk. Heel kort gezegd. Ja, het lijkt mij heel ingewikkeld. En het probleem is dat van het kapitalisme is dat het gewoon extreem moeilijk is om er buiten te denken. En daarom hamer ik de hele tijd zo op bewustwording. Hoewel het ook, het heeft iets gezapigs of zo. Omdat je liever een soort kant en klaar van, als we dit en dat doen, dan is het opgelost. Maar ik denk gewoon dat we daar nu niet zijn. En ik denk niet dat het binnen dit systeem, lijkt me heel moeilijk. Ja, ik weet niet, Lotte, hoe jij of men. Nee, ja, nee. Ik heb in ieder geval niet het antwoord als dat had. Dat was echt top geweest. Ja, waren we nu klaar? Nee, daar heb ik ook niet meteen het antwoord op. Want we zitten er juist heel erg in vast. En hoe kom je daar los van? Ja, dat is inderdaad het hele probleem, inderdaad. Dus nee, ik heb daar zelf niet helaas het antwoord op. En misschien komen we daar ook nooit echt los van. Hoe ongezellig die gedachte ook is. Want we gingen hier positief weg, zei Jante. Ja, dat is helemaal aan jullie. Misschien dat jij nog wel een oplossing hebt, maar ik ben er bang voor. Socialisme. Ja. Ik hoor hier. Ja. 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 Instagram verwijderen, hoe het ook. Ook een heel goed begin, ja. Ik wou daar ook wat over vragen. Ik wil niet de mic voor mezelf bezet houden. Maar gratis kinderopvang. Ja, de vraag is ook, dan zet je eigenlijk dus vrouwen aan het werk die normaal thuis zitten. En dan zet je vaak weer andere vrouwen aan het werk die dan weer op jouw kinderen gaan letten. Dan zitten we nog steeds met het probleem van, de mannen die dragen dan niet de zorgtaken, dan is het nog steeds niet gelijk. We zijn eigenlijk gewoon meer geld aan het rondpompen in de economie door andere vrouwen, vaak vrouwen van een migratieachtergrond, daar in de kinderopvang te zetten en andere vrouwen aan het werk. Ja, het is echt een verplaatsing van het probleem. Dus dan de emancipatie van de ene vrouw zit dan eigenlijk de emancipatie van de andere vrouw in de weg. Ja. Zeker. Ik zou daar wel nog aan willen toevoegen dat kinderopvang, zoals we daar nu naar kijken, is dat dat is een manier waarop ouders kunnen werken. Het is wel zo dat er bijvoorbeeld in Scandinavië iets anders naar gekeken wordt. Want je zou kinderopvang ook iets kunnen zien als een recht dat ieder kind heeft. Waar je enorm goede zorg, onderwijs, begeleiding geeft. En als daar mensen voor opgeleid worden om dat te doen, die je ook echt heel erg goed die moeten gewoon goed betaald worden. Dan denk ik wel dat het dat idee wel, dan voegt het echt iets toe. Ik heb ruimte voor één laatste vraag, denk ik. Ja, ik kom naar je toe. Allereerst ook bedankt voor deze avond. Dat was heel interessant.
Ja, ik vraag me af, je noemt dat je hoopt dat er meer, dat wij allemaal meer bewust worden van het feit dat we eigenlijk niet vrij zijn. En wat is daarvan volgens jou het gewenste effect? Wanneer we bewuster zijn daarvan? Nou, ik denk dat als meer mensen meer ruimte hebben om echt in autonomie te leven, dat dat automatisch ook leidt tot een meer vrijere samenleving. Ja, het is een beetje een abstract antwoord, maar ook veel meer kan ik het niet inkleuren, want je weet nooit wat autonomie voor de een en de ander betekent. Dat is de antwoord op je vraag. Dan komen we een beetje aan het einde van deze avond. Ik hoop dat jullie nog blijven napraten aan de bar. Mandy Woekens, Lotte Houwink ten Kate, Doortje Smithuizen. En natuurlijk Fiende Smet en Luca Butsel. Heel erg veel dank voor dit meedenken. Het is misschien niet zo positief geworden als ik had gehoopt. Ja, dacht maar, als we hier het antwoord zouden hebben vanavond. Maar het gaat wel, nou ja, ik ben wel heel hoopvol, aangezien het zo goed gaat met dit boek. En ook op andere plekken. En dat Lotte net de vierde golf heeft afgekondigd. Ja. Dus het boek is te koop. Doortje signeert dat ook heel graag voor je. Laten we zeggen, veel gelukkige vereniging in deze nieuwe golf. Fijne avond, dank jullie wel. De laatste zin was een beetje... Gelukkige...